Dit is Flevoland van zaterdag 17 november. In een stralende zon werd de Sint vanochtend welkom geheten in Almere Haven. Koud was het wel, maar dat mocht de pret niet drukken. Zijn jullie lief geweest? Ja, hè? Ja. Wat voor cadeautje wil je hebben van de Sint? Wat wil je hebben voor Sinterklaas? En dat moet wel lukken, want de Sint had natuurlijk heel veel cadeautjes meegenomen. Honderden kinderen, ouders, opa's, oma's stonden in de havenkom en kregen een hand of een high five van de Sint. En daar is hij dan, de Sint. Sinterklaas, heeft u een goede tocht gehad? Ik heb een heerlijke tocht gehad. Ja, dat was fantastisch. En blij dat u weer in Flevoland bent? Altijd gezellig. De meeste kinderen toch altijd in Flevoland. Heeft u nou ook een bijzonder cadeau voor de kinderen hier? Een bijzonder cadeau? Ik heb alleen maar bijzondere cadeaus. Alleen maar bijzondere cadeaus. Ieder jaar weer is het een grote verrassing wat de kinderen in de schoen zullen vinden. En ze mogen hem allemaal zetten, maar we weten niet of er ook iedere avond wat in zit. Ja, heb je gezien? Ja! Waar is hij dan? Ik zie hem niet. Hij staat daar helemaal bij die fotocamera's op die versterker. Heb je niet koud? Nee. Je hebt er alles voor over om de Sint te zien? Ja. En wat wil je hebben? Ik wil heel graag een kinderwagen hebben. Waarom? Omdat daar mijn pop in kan. Maar ben je dan wel lief geweest? Ja. Echt waar? Ja. Ik denk het. Ze is niet mijn dochter. Dit weekend komt de Sint bijna in heel Flevoland aan. Alleen in Dronten en Zeewolde maakt de Goede Heiligman pas volgende week zijn entree. In Emmeloord hebben ze de perfecte manier gevonden om als buren beter met elkaar in contact te komen. In buurthuis Espelervaart wordt elke derde vrijdag van de maand een eetcafé gehouden. En daar is steeds meer animo voor. Nasi op bami, wokgronten, kip met ananas. Mensen met een kleine beurs, mensen die eenzaam zijn, mensen die willen integreren of mensen die het gewoon gezellig vinden. Letterlijk iedereen is welkom in Jolanda's eetcafé. Vooraf we krijgen een kippensoep. En dan de hoofdgerecht zijn nasi of bami en kip met ananas. Voor 4 euro kunnen mensen een 3-gangen diner krijgen en koffie of thee na. Inmiddels is er een vaste kern van liefhebbers. In totaal zijn er afgelopen vrijdagavond zo'n 40 gasten. Hoe smaakt die? Heerlijk. Waarom kom je hier eigenlijk? De Ver van Jolanda, 1 keer in de maand van Jolanda. Ja, de ene keer is het Hollandse pot en dan is het, het maakt eigenlijk niet uit. Ze kan alles wel klaarmaken, ook uit een boekje, dus ja. Het geheim achter het succes, dat is heel simpel. Dat ze met alle mensen om kan gaan, wat voor cultuur ook. En gewoon ook heel sociaal en ze kan heerlijk koken. Ik ben blij dat ik haar heb ontmoet en dat we dit nu dadelijk dik drie jaar samen doen. Als je bent in de buurthuis, je hebt altijd een vrolijk gezicht. Als je bent thuis, je hebt een chagrijnig gezicht. Nou ja, weet je, als je 24 uur per dag met je man opgeschreven zit, dan wil je wel eens een keer zonder hem wat leuks doen. En dan komt ze naar mij en dan gaan we lekker gezellig koken. Almere City-spits Eduardo Soleri begrijpt helemaal niks van de uitlatingen van Hans Kraaij junior tijdens het samenvattingenprogramma van de Keukenkampioendivisie. Kraaij suggereerde onlangs dat de AS Roma huurling niet zo lekker zou liggen bij Almere City, omdat hij zich te veel in het Amsterdamse uitgaansleven zou begeven. Ja, ze zijn niet helemaal tevreden over zijn werklust. Oeh. En je zit te lachen. Ja, jij weet wat ik... ik denk dat ik weet. Jij wil gewoon dat ik ga zeggen wat ik gehoord heb. Ja, ja, nou laat ik het dan maar zeggen. Gooi eruit. Jij zegt Tony. Hij schijnt al een tijdje in Amsterdam te wonen. En hij schijnt het centrum ontdekt te hebben. Dus hij doet wel eens een keer. Niet de lelijkste van onder de mannen. Ik kan het me heel goed voorstellen. De schoolmeisjes die vinden hem, die vragen wel eens van. Ah joh, kom even, doe me even een drankje mee. Dus, nou ja. Maar goed, hij schiet er nu weer 2 binnen. Dus is hij nu weer even onomstreden. Ja. Ze hadden het echt nodig, Almere. Soleri was verbaasd over de uitspraken van Kraaij, want hij woont namelijk helemaal niet in Amsterdam. Oh, I live here in Almere. And last week the Fox Sports journalist tell that true, that no, it's not true. I live here in Almere Brighton alone, and my girlfriend often come here.
So it's not true what Hans Kraaij Junior did say? No, no, it's not true. Yeah. I don't know why he said this, because I live here in Almere, and if he wants to come in my house in Almere to eat some Italian kitchen, he's invited. So that's an invitation for Hans Kraaij. Yes. You will cook? Yes, I cook, because I live in Almere and I don't exit a lot. And I like Almere. Yes, I like also Amsterdam, but I like Utrecht, I like all the Dutch cities. Yeah. Dutch girls? No, are good, but I have a girlfriend. Okay. Yeah, I hope my girlfriend don't listen this interview. Okay. Almere City FC gaat vanavond in de eerste divisie op bezoek bij Top Os. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Almeerders om de aansluiting te behouden met de top van de ranglijst. Almere City staat op de 5e plaats, of eigenlijk gedeeld 4e. Maar Top Os zit op het vinkentouw en kan bij winst van positie wisselen met Almere City. Volgens trainer Santoni is Top Os een hele lastige tegenstander. Iets nieuws eigenlijk voor ons, want het is de keer dat we tegen een 3-5-2 of 5-3, eigenlijk een 5-3-2 spelen. Het is een hele gedisciplineerde elftal. Je kan echt goed zien dat de trainer zijn spelwezen aangepast heeft. Spelers die voeren precies uit wat hij wil. Dus dat zou heel lastig zijn. Je moet geduldig zijn. Ze laten weinig ruimte. Dus daar moeten wij heel goed zijn en zuinig in balbezit om niet de bal te verliezen. Want in de omschakeling zijn ze heel gevaarlijk. Almere City speelt wekelijks wedstrijden tegen directe concurrenten. Omdat alles zo dicht op elkaar staat. Santoni heeft zo zijn eigen methode om zijn spelers op scherp te krijgen. Soms hard schrijven, soms een schop onder de kont, soms knuffelen. Soms spelers laten het gevoel geven dat ze ietsjes meer moeten geven als ze willen spelen. Dat is het mooie van deze selectie. Hè. Je hebt potentieel 15, 16 basisspelers. En ieder moet vechten voor zijn plek. Buiten het feit dat intrinsieke motivatie ook belangrijk is. Want ik denk dat de spelers zelf ook graag in de top willen blijven spelen. Afgelopen dinsdag speelde Almere City een vriendschappelijke wedstrijd tegen Willem II en won die verrassend met 3-1. Santoni's gevoel werd alleen maar bevestigd in Tilburg. Dat wij zijn steeds verder in het ontwikkelen van onze eigen identiteit. Iedereen moest even aan elkaar wennen. Hè? Heel veel nieuwe spelers, nieuwe trainen, nieuwe manier van trainen, nieuwe spelwijze, nieuwe aanpak. We hebben het tot nu toe heel goed gedaan, maar het was wel steeds pieken en dalen. En nu zie je dat iedereen steeds meer bewust is van wat is onze kracht en wat moeten we doen om wedstrijden te winnen. Middenvelder Juri Loen ontbreekt in Os vanwege een schorsing en dat is een zware aderlating. Loen is een harde werker op het middenveld, heeft een splijtende pas en is ook nog eens verantwoordelijk voor alle dode spelsituaties. Ja, maar het is niet anders. En nu is de beurt van iemand anders te laten zien dat hij ook verdient om in de basis te staan. Ja, kan je al een tipje van de sluier oplichten hoe je dat puzzelstukje gaat leggen? Ja, Ricardo Kip gaat beginnen. Ricardo Kip gaat vanavond dus spelen in Os. En naast Juri Loen kan Santoni niet beschikken over Mustafa Sek, Judrik Poepen en Joshua Smits. Zij zijn alle nog geblesseerd.